Welkom bij een nieuwe vlog, dames en heren. Stage bezoeken in de Belmer. Misschien gaan mijn vlogs ooit super dik. Neem ik genoegen met lokaal. Meester, vloggen. Meester, laatste dag, hè. Onze tweede jaar zijn deze week op stage. Ik ga ook een aantal stagebezoeken doen en ik ga jullie meenemen. Ik ga een rondje in de Belmer. Ik heb het even nagevraagd. Daar was ik net, maar ik moet dus hier ergens zijn. En we zijn aangekomen bij de polstok. En ik ben in de polstok binnengekomen en we gaan even op zoek naar de stagebegeleider en naar Jaden. En ik word even begeleid hier. En als het goed is, moet Jaden hier ergens zitten. We gaan even kijken. Jaden! Dag meneer. Je bent les aan het geven hier eentje, zie ik al. Ja, klopt. Nou, we gaan even op gesprek nemen. Ja, kom even controleren van stagebezoek. Is hij een goede docent? Ja! Ah, je hebt ze goed afgetraind. Oké, ik ga even in gesprek met Jaden nu en zwaai even allemaal, degene die willen. Ja toch, de polstok. Zelf. Hoe is het op de polstok? Leuk. Daar is het lopen. Heel erg leuk. En wat heb je allemaal gedaan? Ik heb nagekeken, soms heb ik kunnen geholpen. Ja, dat is. En ook een beetje lesgeven, want ze waren helemaal stil net, hè? Ja. Ik zie hier echt iets heel leuks, want kijk, die kinderen zijn aan het werk en kunnen fietsen tegelijk. Zijn die hard aan het leren op de polstok? Like en abonneer op meester vlogger! Oké dan, deze meester jongens. Misschien wordt het jullie meester, dan mag je blij zijn. Ja, ja. Okay. Ik ben klaar bij de polstok en ik ga nu naar de Sri Lanka school. Of als ik het goed uitspreek. Hallo! Of zij willen nog wat zeggen? Hallo, ik ben Mary Jane. Hallo, ik ben Jirani. Oké, ik ga naar de volgende school. Zwaai maar even. En is dit een leuke school? Ja! Oké dan. Doei! En je ziet het, superleuke kinderen, superleuke school. Ik ga naar de volgende. En we zijn aangekomen bij de Sri Lakshmi school. En daar zijn nu de koningspelen. En ik ga even mijn leerling zoeken. Ik ben nu binnen in de Sri Lakshmi school. Is mijn vraag aan de begeleider? Oh, niet. Naar de begeleider en naar Shakindro. Daar hebben we Shakindro. Hard bezig. Hey Shakindro. We gaan even in gesprek, ja? Nee. Ja, tuurlijk. Hey, meneer, ik zou eerlijk zijn, wel, leerkracht is moeilijk. Man. Leerkracht is moeilijk, hè? Gewoon respect geven, is wel moeilijk. Eindelijk krijg ik respect. Dat ga ik ook op beeld zetten, want je hoorde het. Ik vind het dus lastig om leerkracht te zijn. Nee, ik heb allemaal gewoon 3 van hem in mijn klas geworden. Ik kan echt niet meer tegen. Maar dat je de kinderen moet slaan, dat wil ik gewoon vechten nu echt met die kinderen. Ja, toch wel, hè? Dus nu wel respect voor je dus uiteindelijk. Ja. Hoe vond je voor de rest deze stage? Wat heb je gedaan? Het was moeilijk, ik had toetsen gecorrigeerd, ik had pleinwacht, ik moest problemen oplossen. We gaan nog even het gesprek verder voeren met Shakindro. Dan maak ik nog even een ronde met hem. Laat je me nog even de school zien. Eerste bibliotheek, de directeurskantoor. Hier ga ik je wijzen waar ik les krijg, waar ik les geef van de leerlingen. Dit is een kleine speelplein voor de kleuters. Ik zie je ook overal hier op de deuren. Bepaalde plaatjes, is het ook een bepaald geloof hier op school? Ja, het zijn een staats geloof. Van die plaatjes zijn bepaald een van de goden, want ze hebben een heleboel goden. Begin... Dus elke deur zit zo'n plaatje, hè? Ik zie daar ook in de gang. Zie ik een bepaald plaatje. En dan doe je ook dingen met geloof hier? Elke ochtend, zei je? Iedere ochtend en na school moeten ze bidden. En dit is dan een bidplaats, hè? Waar docenten soms zitten te bidden. Je mag niet naar deze plek wijzen, omdat daar de goden staan. Wil je nog iets zeggen? Ja, laten we niet. Ik moet je zeggen, er zijn natuurlijk momenten dat het zwaar is, het docentschap. Maar op dit moment vind ik het heerlijk. Lekker een beetje reizen, lekker leerlingen opzoeken. Heerlijk zonnetje op het moment dat ik buiten loop. En we gaan nu naar de blauwe school. Let's kiss all! En zo aan mijn moeder. En zo aan je moeder, oké dan. Ik ga er vandoor jongens. En zo aan mijn vriend Jesse en Jamar. Oh, jij weer? Jij weer jongen? Ziet er gezellig uit in ieder geval. Leuk hoor. Ik ben hier met de directrice van de Blauwe Lijn.
En nou, vertel eens wat over de school. Ja, we zijn hier op de Koningsdag. De onderbouw is allemaal heerlijk aan het spelen. De groep 8 begeleidt onze kinderen in de onderbouw. Nee. We zijn een fijne school. We hebben heerlijk gegeten allemaal met elkaar. Vanmiddag gaat de bovenbouw heerlijk de Koningsspelen doen. We hebben, ja, de bovenbouw staat een beetje verslag, want die hebben natuurlijk net de entreetoets of de eindtoets gedaan. En om ze nog even te motiveren, iets leuks, gaan we hier naar buiten spelen vandaag met ze. Nou, leuk. En leuk dat ik even mag filmen. Ik maak zo wat shots nog van de school. Kijk gerust naar de kinderen. Ja, is goed. Dankjewel. Veel plezier. Denisha. Hi. Hoe vind je een stage? Ik heb nagekeken. Serieus? Ja. Dus kan ook mijn toets gaan nakijken binnenkort. Ja. Nice. En wat nog meer? Ik heb net een koffie. Nice. Was Denisha goed, jongens? Ja. Oh, ze zeggen dat hij goede begeleider was. Zeg allemaal, vind je Denisha goed? Ja. Heeft het goed gedaan? Ja. Ah, ik krijg veel lovende berichten, Denisha. Ja. Oké. Doei doei. Doei. Meester vlogger. Meester vlogger. Oké, later. Jij ken het. Laatste dagje, hè? Nee. Nee. Mensen zitten mijn auto's gaan niet vaker. Maar jongens, ik moet dat vragen aan Denisha. Waarom zit hij erin deen? Maar, dus je vond het leuk. En wil je nu docent worden? Nee. Nee, hè? Heb je meer respect voor docenten? Nee. Niet? Jawel. Denisha doet altijd heel goed in de klas en ik ben trots op dat. Yes, zeg maar allemaal doei doei. Doei! En we gaan er weer van tussen. De blauwe lijn was geweldig. We gaan naar de volgende school in de Pumps. En strijden. Ik moet je zeggen, het is warm in de auto. Ik weet niet waarom ik schreeuw. Het was net een leerling bij de blauwe lijn die zei: meester, kunnen we samen een video maken, dit, dat? Reageer hieronder. En reageer met je naam en alles erop en eraan. En dan kom ik bij je terug. Ook alle basisscholen gewoon waar leerlingen zijn geweest. Als je zelf hebt gezien, reageer je onder. En laat weten dat je er was. Ik begin steeds meer te zweten. Naarmate de dag voordat het bloed heet. Ik ga zo meteen... niks. En we zijn aangekomen bij scholengemeenschap Reigersbos. Als ik het goed heb... Moeten Carolina en Alia hier ergens zijn, want ze doen het ICT-gedeelte. Ja, daar hebben we ze. Dames. Hi. 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 Wat zijn jullie aan het doen? Hebben jullie betrapt, hè? Oh, jullie zijn lekker aan het eten. Lekker op YouTube. Ja, een soort van. Nee, vertel. Ik zit ook te werk, hoor. Wat hebben jullie gedaan op de stage? Ja, ICT-dingen. Ja. En wat dan een voorbeeld? Durven zij? Ja, durven. Ja. Oh ja, allemaal enquêtes afgenomen en dan in een Excel-bestand aan het zetten. Ja. Leuk, waar gaat het over? Antipesten. Antipesten, ja. Ja. Oké, nice. Dus nou, leuk. En wat doen jullie nog meer? Dingen uit elkaar halen, dingen in elkaar zetten. Oh, gewoon inderdaad. Printers en zo. Hoe? Printers en... Oh, serieus? Ja. En beamers gewoon maken of zo, ja. Beamers maken? Ja. Dus als mijn beamer kapot is binnenkort, dan kunnen jullie bij mij... helpen. Nou, staat. Dan zijn jullie mijn ICT gedeeld van nu in de klas. Is goed. Ja. Nou, ik ga zo meteen nog even vragen aan jullie begeleider of hij het allemaal goed vindt als jullie doen. Ik dacht al bijna dat ik fout zat, middelbare school. Ik dacht dat ik alleen maar basisscholen moest bezoeken. Dus mijn research was weer niet zo goed. En last but not least ben ik aangekomen bij de laatste school, de Ster. Ik heb begrepen van de directeur dat ze hier ergens zijn. Hi, daar zitten ze. wat is nu de grap, jongens? Hey, alles goed? Ja hoor. Gaat goed op stage? En jou ken ik niet, hè? Nee. Oh, hi, aangenaam. Hi, aangenaam. Ik kom jullie controleren. En waar is Neda? Mijn geintje zit hier, maar ze wil niet op de camera. Maar vertel, hoe is het op stage? Gewoon. Marlena? Saai. Saai? Wat heb je geleerd dan deze week? Heel veel.
Wat heb je allemaal gedaan voor dingen? Wat moesten jullie allemaal doen? Dingen. Wat voor dingen dan? Gewoon kinderen. Hoe? Gewoon kinderen helpen. Kinderen helpen, oké. Okay. Nou, leuk. Jullie zijn goed spraakzaam vandaag. Ja. Vind je het ook zo leuk hier, stage? Ja. Oké, ik ga even het gesprek verder zetten met de leerlingen zonder camera. Ik zie dat ze een beetje dichtklap voor de camera. Hè? Ze zijn een beetje gechoqueerd. Maar wel leuk hier dus? Ja. Oké. Okay. Mijn werkdag stagebezoeken in de Bijlmer zit erop. Ik heb alle leerlingen bezocht. En ik wil dat jij nog eventjes één dingetje doet, namelijk abonneer. Als je dat nog niet bent, als je nog geen abonnee bent, zorg dat je abonneert. Like! Natuurlijk liken en subscriben. En laat weten als je in die vlog was. Laat weten als je in die vlog wil. Laat weten wat je ervan vindt. En dikke SO naar jou, je moeder, je vader en je hele familie. Misschien gaan mijn vlogs ooit super dik. Neem ik genoegen met lokaal. Meester, vlogger. Meester, vlogger.